Daar luidt het woord van God, een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders, velen staan tegen mij op, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. Tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heer. Uw zegen is over uw volk. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. De tekstwoorden voor vanmorgen, voor de prediking, vindt u met name in het derde, het eerste gedeelte van vers 8 en vers 9. Dus vers 3, 8a en 9. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Gemeente, dat is toch wat geweest? Het staat boven de psalm, wat de achtergrond is van die psalm, van psalm 3. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Jongens en de meisjes die kennen de geschiedenis denk ik ook wel. David was koning geworden en Absalom was een zoon van David. En Absalom wilde zijn eigen vader van de troon stoten. Hij wilde zelf koning worden. Vreselijk, nietwaar? Om dat als vader te moeten meemaken. Dat je eigen zoon je naar het leven staat en je vijand wordt. Maar ook als koning was dat vreselijk. David was koning van Israël. De Heere had hem die plaats gegeven. Hij zocht het goede voor zijn volk. Hij had zijn volk lief. En hij had die plaats niet gezocht. Hij was niet koning geworden omdat hij dat zelf wilde, omdat hij koning Saul van de troon had gestoten. Nee, God had hem laten zalven door Samuel. U weet wel, de jongste van het gezin, hij was nog op het veld. De andere zonen gingen allemaal voorbij. Die was het niet, die was het niet, die was het niet. Ja, hebt u nog een zoon? Ja, die is in het veld bij de schapen. Toen moest hij komen en toen werd hij gezalfd tot koning. God wilde dat hij koning werd. En daar heeft hij ook op gewacht. Hij heeft koning Saul niet van de troon gestoten. Ook niet toen koning Saul hem als een vijand achtervolgde. Ook niet toen koning Saul in de spelonk, in de grot lag te slapen en David kans had om hem te doden. Ook niet toen koning Saul in een tent lag te slapen en David in die tent was doorgedrongen. Hij doodde koning Saul niet, want dat was de gezalfde van de Heere en daar mocht hij met zijn vingers niet aankomen. Hij moest wachten op God. Dat was David. En nu heeft hij een zoon en die schrikt er niet voor terug om dit soort dingen te doen. Die staat op notabene tegen zijn eigen vader en die wil wel de hand slaan aan de gezalfde van de Heer. En die wil hem van de troon stoten. Het is niet alleen een drama om dat mee te maken als vader, maar ook natuurlijk ja, zo'n verdriet. Dat je zoon weggaat.
zo tegen de wil van God ingaat, dat hij opstaat tegen de Here en tegen zijn gezalfde. En dat Israël, Gods volk, daar de dupe van wordt. Dat het volk tegen elkaar wordt opgezet, dat het straks een oorlog wordt, een burgeroorlog in Israël. Dat is toch vreselijk? Kijk, en dat is nou de achtergrond van deze psalm. En dan, ja, dan wordt hij niet alleen met wapens aangevallen, maar dan zeggen ze ook nog, hij heeft geen heil bij God. Dat zeggen ze, die vijanden. Daar gaat het vanmorgen over, gemeente. Dat heil van God. Hij heeft geen heil bij God, zeggen ze. Dat wordt bestreden, Gods heil. En David bidt erom in vers 8. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. En dan mag hij ook het belijden. In het laatste vers, het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. We staan stil, gemeente, bij Gods heil. Bestreden, gebeden en beleden. Gods heil. Bestreden, gebeden en beleden. Hoe talrijk. Nee, daar begint het niet mee. Ja, dat staat natuurlijk in het eerste vers van de eigenlijke psalm. Heere, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Dat is iets verschrikkelijks geweest. Die ervaring dat er zoveel vijanden opeens zijn. Hij is notabene al jaren koning van Israël. En dat er dan zoveel mensen zich uit dat volk tegen hem keren. Dat Absalom nou zoveel medestanders heeft gemaakt. Dat is toch verschrikkelijk. Dat grijpt hem aan. Hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Maar dat is niet het eerste wat hij zegt. Daar moet je eens op letten. Wat doet David nou als een zoon tegen hem opstaat? Als hij tegen de Heer en tegen zijn gezalfde opstaat. Wat zegt David dan? Dan zegt David, Heere, daar begint het mee. Dat is het eerste woord van de eigenlijke psalm. Heere. Een les van morgen, gemeente. Een les die je voor deze week ook nou maar mee moet nemen. Bij wie zoeken we het nou? En we hebben allemaal onze moeilijke momenten. En als ze er op dit moment niet zijn, dan komen ze wel op een ander moment. En waar zoek je het dan? Bij wie zoek je het dan? Zegt David, maar ik heb gelukkig ook nog een aantal getrouwen. En dat zijn geharde strijders en die hebben al vele oorlogen gewonnen. En daar staan hun mannetje. Nee, dat zegt David niet. Dan neemt David de toevlucht tot de Heere. Heere, dat is het eerste. Hij gaat met zijn nood naar God toe. Een lesgemeente voor ons allemaal. Als hij zo in een hoek gedreven wordt, als hij zoveel op zich af ziet komen, als hij zoveel te verwerken heeft als vader, als koning, uit zorg voor zijn volk, als hij eigenlijk zelf daar als mens geen antwoord op heeft, dan zegt hij, Heere. Hij kent die weg naar boven. Hij heeft een verbinding met God in de hemel. Hij leeft met de Heere. Hij klaagt zijn nood aan God, gemeente. Al ben je arm als je die weg niet kent en als je die weg niet gaat. Hebben wij die weg naar boven toe. David had God leren kennen. David leefde met de Heere. En hij zegt, Heere, u bent toch de getrouwe. U hebt toch mij. U hebt toch uw volk uitverkoren. U hebt mij toch uitverkoren om koning te zijn. U hebt mij toch laten zalven. Ik heb het toch niet gezocht.
Heere. En dan klaagt hij het aan God, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen me op, velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Wat betekent dat? Nou, ze zeggen tegen elkaar, God helpt hem niet. God helpt hem niet uit de nood. God laat hem in de steek, God laat hem vallen. God redt hem deze keer niet, God verlost hem niet. Hij heeft van God niks te verwachten. Hij staat er helemaal alleen voor. Dat zeggen ze, dat beweren ze. Ja, dat moeten ze natuurlijk ook zeggen. Snap u wel? Maar ga er nou eens vanuit dat ze zouden denken, ja, maar God staat aan zijn kant. Denkt u dat als Absalom echt geloofde dat de Heere aan de kant van zijn vader stond? Dat hij dan zou aandurven om de strijd aan te binden tegen zijn vader? Dus aan de basis van die opstand ligt het ongeloof, gemeente. Ligt de vijandschap tegen God. Hij wil van God niet weten. Hij ontkent dat David door God geholpen wordt. Dat spreekt hij gewoon tegen. Want anders krijgt hij natuurlijk nooit Israël mee ook. Dan zeggen de mensen, ja, kijk uit. Het is wel de gezalfde van de Heere. Daar moeten we wel rekening mee houden. Wij mogen niet in opstand komen tegen de gezalfde van de Heere. Nee, maar ze spreken elkaar dus eigenlijk moed in door elkaar wijs te maken. Hij wordt door God niet geholpen, hij staat er helemaal alleen voor. Dat bedoelen ze. En dus hoeven wij niet bang voor hem te zijn. Dus hoeven wij niet bang te zijn dat God tegen ons zal strijden. Want God het voor hem opneemt. Wees daar nou maar niet benauwd voor. God helpt hem niet. Hij heeft geen heil bij God. Ja, dat hebben ze niet alleen van deze gezalfde des Heren gezegd, gemeente. Dat hebben ze ook van die andere gezalfde des Heren gezegd. De grote zoon van David. Jezus Christus. Jullie weten toch ook wel, jongelui, dat zijn naam ook betekent de gezalfde. Christus betekent letterlijk de gezalfde. Hij is de gezalfde des Heren. Hij is de Christus. En Psalm 2 zegt het al. En die zullen wel niet voor niks, ze zullen wel niet voor niks op elkaar volgen in het psalmboek. In Psalm 2 wordt al gezegd, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En u weet wel, die psalm, die betrekken we dan ook op de Heer Jezus Christus. Maar zo moet je ook Psalm 3 lezen. Niet alleen Psalm 2, maar zo moet je de hele Bijbel lezen. Ten diepste gaat het steeds over de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, hier is een opstand tegen David. En het is een psalm van David. Maar in David zien we iets van de grote zoon van David. De gezalfde des Heren. En ze hebben ook van die gezalfde gezegd, hij heeft geen heil bij God. Ze stonden rond het kruis. En ze hebben tegen elkaar gezegd, hij heeft op God vertrouwd. Hij heeft op God vertrouwd. Laat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hij is toch Gods zoon? Nou, laat God dan voor hem opkomen. Laten we dan eens zien wat dat waard is, die bewering. Komt God nou voor hem op? Komt God hem te hulp? Ze hebben ermee gespot. Toen riep Eli, Eli, mijn God. Ze snapte heus wel wat hij riep. Maar ze hebben ermee gespot. Laten we kijken of Elia komt.
Hij heeft geen heil bij God, hebben ze. Zie je wel, het bewijs wordt geleverd. Hij hangt de ster van het kruis. Hij kan niet van het kruis afkomen. Dus niet alleen David wordt zo bespottelijk gemaakt, maar ook de Heer Jezus Christus, Davids zoon, wordt zo bespottelijk gemaakt. Hij heeft geen heil bij God. Wie zeggen dat? Ja, dat zeggen de vijanden. Dat zeggen de vijanden. Natuurlijk, die opstandelingen, die zeggen dat. Absalom en de volgelingen van Absalom. Maar wat denkt u, gemeente, zulke woorden die dringen diep door. En natuurlijk zijn er ook geweest mensen die David wel trouw wilden zijn, maar die hebben gedacht, zou het waar zijn? Zou de Heere nog wel aan zijn kant staan? Zou de Heere hem misschien hebben laten vallen vanwege de zonde die hij begaan heeft? Keert God zich nu tegen hem? Is het wel waar? Die kunnen ook aan het twijfelen raken, die vrienden. Is het wel waar? Staat God nog wel aan zijn kant? En wat dacht u van de influisteringen van de boze? In je eigen hart? Zal het geen aanvechting en bestrijding voor David zijn geweest, ook van binnen, gemeente? Heere, denkt u nog wel aan mij? Helpt u mij nog wel? Mag ik nog wel voor uw rekening leven? Leef ik nog wel in uw gunst, o God? Kan ik op u rekenen, Heer? Hoort u mij nog? Ziet u mij nog? Dat, zover kan het gaan, gemeente. Dat Gods kind ook zelf begint te twijfelen. Dat je ook van binnen de twijfels krijgt en de aanvechtingen. Is het wel waar? Er kan zoveel over je heen komen. En dat je denkt, hoe kan het nou toch? Hoe is het nou mogelijk? Heren, waarom laat u dat nou toe? Heb ik me dan vergist? Ik zeg niet dat er bewijzen zijn, dat er aanwijzingen zijn, dat David zover is gekomen in deze psalm. Integendeel, maar zover kan het wel gaan bij Gods kind, dat hij zelf ook begint te twijfelen. En misschien zit er wel zo iemand onder mijn gehoor vanmorgen. Die worstelt met de twijfels. Met de vraag, heb ik wel heil bij God? Is God wel mijn God? Deel ik wel in zijn gunst? Deel ik wel in zijn genade? Mag ik echt zijn kind zijn? En in leven en sterven gerust zijn? Dan zeggen niet alleen anderen het, ja, die kunnen het ook zeggen, maar dat zijn maar die anderen, dat is de buitenkant. Kan zelfs in de kerk gebeuren, niet waar, dat mensen zeggen, ja, denk jij dat dat waar is? Zeggen ze misschien niet hardop, maar dan voel je het aan, dat ze zeggen, ja, hij of zij denkt wel dat het een kind van God is, maar, nou, ik zet er een groot vraagteken achter. Dat is niet beslissend, wat anderen zeggen. Het gaat erom of de Heere ons kent. Of de Heere weet wat we van hem zijn. En het is zo belangrijk dat wij dat ook mogen weten, gemeente. Dat wij dat met zekerheid mogen weten, dat het goed is tussen God en ons. Door het geloof in de Heere Jezus Christus. Die door God verworpen is geworden. Onze zonde op zich heeft genomen om ons met God te verzoenen. Door het geloof in hem van de Heere zijn. O, wat een weldaad, wat een geheim, wat een rijkdom, gemeente. Kijk, er zijn hier wel aanwijzingen in deze psalm dat David niet begint te twijfelen in deze omstandigheden.
Hij zal ook wel eens zijn twijfels hebben gehad en ook wel in deze omstandigheden. Maar in de psalm, in tegendeel, gaat hij er juist tegenin, gemeente. En hij zegt, u echte Heere bent een schild voor mij. Mijn eer, u heeft mijn hoofd omhoog. Zo mag ik u toch kennen, Heere. U bent mijn schild. U beschermt mij. U hebt mij koning gemaakt. U heeft mijn hoofd omhoog. Hoe menigmaal is het al niet gebeurd dat ik met mijn stem riep tot de Heer en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. En al die keren uit het verleden, gemeente, die laten het toch zien dat David de man was naar Gods hart, dat David van de Heer mocht zijn. Dat kon hij toch allemaal niet zomaar vergeten en allemaal uitwissen. David kent de Heer al zo lang. Hij beroept zich er eigenlijk op, wat de Heer al eerder gedaan heeft in zijn leven. Heere, u bent toch niet veranderd? En dat geeft hem ook rust. Hij zegt, ik lag neer en ik sliep, ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Dat is iets heerlijks, nietwaar? Dat je soms in grote moeite zo'n rust kunt krijgen, dat je nog slapen kunt. Kun je je voorstellen dat je op de vlucht bent voor je zoon en dat er een leger je gevangen wil nemen en je doden wil. En dat je met je mannen gauw over de rivier moet gaan om niet meteen gegrepen te worden, in de handen van dat leger te vallen. En dat je dan je kamp opslaat en dat je dan ook nog kunt slapen. Ik lag neer en ik sliep. En ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. God gaf rust, God gaf overgave. Wat een rijkdom, hè? Mag je er ook wat van kennen, dat je rust mag hebben in de Heere? Alles lijkt tegen, maar dat er zo'n geloofsrust van binnen mag komen. Wie zal ons scheiden van de liefde van God? De liefde van Christus. En voor de dienst hebben we daar nog van gezongen uit Romeinen 8. De Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk. Nou, daar heb je die velen. Velen staan tegen me op. Velen zeggen van mijn ziel heeft geen heil. Tienduizenden gemeente. Tienduizenden van het volk. Die zich aan alle kanten tegen me opstellen. Dus David kijkt omhoog, David vertrouwt op God, David zegt, en toch, het is niet waar, u bent toch mijn God, Heere, u bent toch mijn schild. U hebt al zo vaak uitkomst gegeven. Ik weet niet hoe het vandaag en hoe het nu moet, maar Heere, u weet het wel. En dan bidt hij er ook om, dan vraagt hij het letterlijk. In vers 8, sta op, Heere, verlos mij, mijn God. En dat hoort nou bij elkaar, gemeente. Een waar geloof kan niet zonder gebed. Op het moment dat mensen zo zeker zijn, maar dat ze eigenlijk helemaal niet bidden, dan klopt er iets niet. Dat ze zo zeker zijn dat het allemaal goed is met ze, maar ze beoefenen het geloof niet door het gebed. Dat klopt niet. Geloof en gebed horen bij elkaar. Het kan niet zo zijn dat je zegt, ja, maar God zorgt wel voor me en ik hoef nergens over in te zitten en hij is mijn schild. En dat je dan niks doet. Nee, David gaat juist bidden, omdat de Heere zijn schild is. Hij begint erom mee, Heere, zegt hij, en hij zegt, sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Sta op, Heere, doe er nou wat aan, Heer. Er moet wat gebeuren, ze zitten achter me aan, ze proberen mijn mannen te doden. Het volk wordt verscheurd, wat blijft er over van uw volk, Heer? Sta op, Heere. Ja, dat vraagt hij eigenlijk. Heere, kijk niet toe. Wacht niet af. Blijf niet aan de kant toekijken. Sta op, Heere.
Verlos me. Ik zou de vraag willen stellen, mag je eigenlijk wel zo bidden? Mag je zo vrijmoedig bidden? Zou het niet veel beter zijn geweest als David had gezegd, maar op Gods tijd komt er op zijn wijze wel een oplossing. En daar wachten we maar op. We kijken wel waar het naartoe gaat. We moeten de Heere niet voor de voeten lopen. We moeten maar wachten op de Heere. En op zijn tijd en op zijn wijze. Ja. Nou, maar gemeente, als je in de nood zit, dan praat je zo niet hoor. Echt niet. Dat moet er wel gebeuren, echt. En dat klinkt dan allemaal wel vrij, natuurlijk, als mensen zulke taal gebruiken, maar als je in de nood zit, dan kun je niet wachten en zeggen, Heere, verlos mij. Sta op, Heere, doe er wat aan. Wacht niet langer, Heere. Het gaat fout. O Heere, kom toch, grijp toch in. Verlos mij. Mijn God. Waarom staat dat nou in de Bijbel? Om het ons te laten zien, gemeente, hoe vrijmoedig je mag gaan tot de Heer. De Heer nodigt onszelf ertoe uit. De Heer zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. De Heer zegt dat we vrijmoedigheid hebben om in te gaan. De Heer heeft die deur geopend. De Heer houdt ons niet weg en de Heer zegt niet, je moet maar rustig afwachten. De Heer zegt, kom nou, kom nou. Zeg het me toch. Vraag het me toch. Doe uw mond wijd open. Roep de Heer aan. Roep hem aan. En het zal zijn dat ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, zalig zal worden. Dus we worden door God zelf onderwezen, we worden door God zelf uitgenodigd. De Heere zegt, kom nou maar, zeg het nou maar, vraag het nou maar. Je kunt niet te veel vragen. Je vraagt al gauw veel te weinig. Sta op, Heere. Verlos mij, mijn God. Dat is een uitdrukking van de nood waarin hij verkeert, gemeente, maar ook van zijn kinderlijke geloof. Zijn verborgen, zijn vertrouwelijke omgang met de Heere. Hij leeft met God. En hij wendt tot zijn weg op de Heere. Kom mij te hulp, betekent het. Verlossen. U zegt misschien, ja, heeft dat nou nog met dat heil te maken? Ja, dat is eigenlijk dezelfde stam in het Hebreeuws. Het is natuurlijk in vers 3 en in vers 9 het zelfstandige maanwoord, het heil. Het heil. En dat is gebaseerd op het werkwoord yasha, helpen, redden, verlossen. En hier staat een werkwoordsvorm van datzelfde, van diezelfde stam. Verlos mij, Heere. Hosheni, verlos mij. En in vers 3 en vers 8 staat het zelfstandige naamwoord. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Hij heeft geen Yeshuata. En dat staat ook in vers 9. En waarom zeg ik dat, gemeente? Niet om u een lesje Hebreeuws te geven. Maar omdat daar die ene naam in klinkt. Ze zeiden van hem, hij heeft geen Yeshuata, hij heeft geen heil bij God. Hij heeft geen hulp van de Heer Jezus. Laat ik het nou maar gewoon Nieuw Testamentisch door vertalen. Hij heeft geen hulp van de Heer Jezus.
En eigenlijk bidt David in vers 8, Heere, geef mij nou dat heil. Kom mij nou te hulp. Red me, Heere. Ik heb die verlossing van de Heere Jezus zo nodig. En in het volgende vers waar we nog op komen, zegt hij, die verlossing is er. Die verlossing is er in de Heere Jezus. Het heil is van de Heere. Kijk, daar gaat het nou om, gemeente. Dat is zo belangrijk, dat heil, hè, dat heil van de Heere Jezus, dat je dat nou hebben mag. Dat is alles. En wat verbindt ons dat dan met een man als David, die al zo lang voor Christus leefde in het Oude Testament? Hij had eigenlijk hetzelfde nodig als dat ik nodig heb en dat u je nodig hebt en dat jij nodig hebt. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Voor al die mensen van al die eeuwen heeft God zijn Zoon gegeven. Hij is de verlosser. In hem is de verlossing. In hem is al het heil. In hem is de zaligheid. Hij is die grote helper in de nood. Die grote redder. Die God heeft gegeven. Kijk, en dat wordt wel bestreden, dat werd al bij het kruis bestreden, dat hij die verlosser is. Maar zo was hij dat nou echt, en zo was hij dat nou juist. En zo werd hij het ook voor ons. En hoe krijgen wij nou deel aan dat heil? Door erom te vragen. Door op die heiland te zien, door op die heiland te vertrouwen en te zeggen, Heer, u bent toch het heil en verlos mij nou, o Heere, om er nou om te bidden. Heel vrijmoedig. En toen de Heer Jezus voorbij kwam bij Bartimeus, toen zeiden de mensen ook, hou nou toch je mond, joh, roep nou toch niet zo hard. Toen begon hij nog harder te roepen. Zoon van David, ontferm u over mij. Hij bekommerde zich niet om wat de mensen ervan zouden vinden. Hij begon luidkeels te roepen. Hij had de Heer Jezus nodig. En toen ontfermde de Heer Jezus zich over hem. Hij riep tot de Heer. Verlos mij. Yeshua, Jezus, heil, God verlost. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God, want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, de tanden van de goddelozen hebt u stuk gebroken. En als God zijn eigen volk verlost, dan tegelijkertijd betekent dat ook het oordeel over al Gods vijanden. Ze gedragen zich als gevaarlijk, als dreigende beesten, woeste beesten die je willen verscheuren. Dat beeld van die tanden, gemeente. Die kaken die opengesperd worden. Die tanden die je proberen te verscheuren. De dreiging van deze wereld en de dreiging van de hel. Maar u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. U bent de overwinnaar. U vernietigt hun kracht. U rekent met ze af. Ze kunnen wel hard roepen en ze kunnen wel hard dreigen. En ik ben wel zwak van mezelf. Maar u, Heere, u slaat ze op hun bek. En zo zie je dan dat geloof groeien ook. Hè? Dat geloof wordt dan steeds openlijker beleden. Het zit er al in natuurlijk als David aan het begin van die psalm zegt, Heere. En dan gelooft hij in God, dan verwacht hij het van God. Dan zegt hij, Heere, ik moet bij u zijn. Maar
Dan klaagt hij nog. En hoeveel zijn het er niet? Die, al die tegenstanders, ze staan tegen hem op. Ze zeggen van mijn ziel heeft geen heil bij God. En dan smeekt hij God, Heere, help me toch. Verlos me toch. Sta op, Heere, verlos me, mijn God. Maar dan zie je zijn geloof ook groeien. En dan komt er steeds meer rust en zekerheid, gemeente. En hoe het precies gaan zal, dat wist David natuurlijk ook niet in die omstandigheden. Hoe het af zou lopen, dat wist hij ook niet. Maar hij zei, het heil is van de Heere. En uw zegen is over uw volk. En verder kan ik het aan God overlaten. Het ligt in de handen van de Heere. Het heil is van de Heere. Snap je wel, jongelui? Wat zeiden die vijanden? Hij heeft geen heil bij God. En David zegt hier eigenlijk, daar gaan ze niet over. Daar beslist geen mens over. Het is van de Heere. Het is in zijn handen. Hij bepaalt het. Wat die mensen ook zeggen, wat die vijanden ook zeggen, het is van de Heere het heil. Hij gaat erover, hij beschikt erover. Hij komt te hulp, hij redt, hij geeft het. Dwars door alles heen, dwars door de ontkenning heen, dwars door al die vijandschap heen. God doet het, hij zal het doen. Het heil is van de Heere. Wat een zekerheid, hè, gemeente. Oh, wij moeten niet op onszelf vertrouwen. Ik zal dit en ik zal dat. En je kunt je zoveel goeds voornemen en je kunt zoveel beloften doen, maar wat kun je ervan waarmaken? Maar je diepste zekerheid en je diepste grond, die ligt in God. Dat je op hem terugvalt. Kijk, David moet vluchten met zijn mannen. Maar zijn zekerheid is dat de Heere verlossing geeft. Dat de Heere de verlosser is. Dat de Heere de getrouwen is. En dat hij zeker niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Het heil is van de Heere. Het komt bij hem vandaan. Het was ook bij hem vandaan gekomen in zijn leven. God had hem gezocht. Hij had God mogen leren kennen door Gods genade. God had hem geroepen en tot koning gemaakt. Dat heeft hij zijn hele leven lang ervaren, dat het allemaal van God kwam. Dat de Heere voor hem gezorgd heeft, ook toen hij door Saul achtervolgd werd. Ook toen hij met andere vijanden gestreden heeft. Ook toen hij aangevallen werd door die leeuw. Toen heeft God voor hem gezorgd. En dat zal God ook nu doen. Het heil is van de Heer. Ja, en dan mag je meteen ook zeggen, dan betekent dat ook dat het helemaal van de Heer is. Hij zegt niet, het is voor een deel van de Heer. Hij zegt niet, ik heb het voor een deel in de handen en God doet de rest. Nee. Het komt helemaal van de Heer. Het is voor 100% van de Heer. Er komt van ons niks bij. Het is genade alleen. Het is alleen maar van die andere kant, gemeente. Wat maakt je dat dankbaar? Wat geeft dat een zekerheid en blijdschap, gemeente? Wat een verwondering dat God nou jouw heil is. Dat de Heer Jezus je zaligmaker is. En dat... Je bent toch van jezelf niet beter dan die anderen die nog steeds vijanden van God zijn en die tegen God en zijn gezalfde opstaan. Dacht u dat David van zichzelf beter was? Nou, dat is op bepaalde momenten wel gebleken. Dat zijn hart ook een vuile bron van wanbedrijven was. Hij kon ook in de fout gaan. Echt. Het heil is van de Heer. En daarom is ook de zegen over Gods volk. Uw zegen is over uw volk. Twee keer uw, dus dat hoort bij elkaar.
Uw zegen is voor uw volk. Hij geeft zijn volk de zegen. Hij zal zorgen dat zijn volk niet straks ten onder gaat door de verscheurdheid die Absalom veroorzaakt. God zorgt voor zijn kerk. Ook in 2023. Het heil is van de Heere. Hij, zijn zegen is over zijn volk. Ja, en ja. Wie zijn dat dan, hè? Wie zijn dat dan? Wie is dan het volk van de Heer? O, dat is Israël, zegt u. Dan horen wij er niet bij, als het voor Israël is. Zijn dat gewoon alle Joden? Ook als ze niet in Christus geloven, ook als ze nergens aan doen, ook als ze in de zonde leven. Nee, natuurlijk niet. En God heeft ook hen tot een volk gemaakt die geen volk waren, niet waar, zegt het Nieuwe Testament. Die nu Gods volk zijn, dat is Gods kerk, Gods ware kerk. Uw zegen is over uw volk. Uit Joden en heidenen vandaag. Uw volk, hoorden die opstandelingen er ook bij? Dat waren toch ook Israëlieten? Absalom was toch ook een Israëliet, was toch ook besneden, leefde ook onder het verbond, was ook deel van het volk van God. Rustte Gods zegen op Absalom en zijn medestanders? Nee, gemeente. Zie hem straks hangen aan die tak. Hij kan er niet meer van afkomen, maar hij hangt vast met zijn lange haren waar hij zo trots op was. Zijn hart wordt doorboord door pijlen. Uw zegen is over uw volk. Dat is alleen het ware volk van God. Dat zijn die ware Israëlieten. Dat zijn die ware gelovigen. Dat zijn die mensen die God maar niet alleen met hun lippen noemen, maar die ook die God nodig hebben. En die naar die God willen luisteren, die zich door die God laten gezeggen. Dat is het volk van de Heer. Dat is het volk dat door God geroepen is, maar dat ook naar God hoort. Dat zijn mensen zoals David. Mensen met heel veel zonden. Mensen waar heel veel mankeert. Maar die mogen leven van de genade van God. En die hebben geleerd wat het nou betekent. De Heere is mijn heil. Ik heb het niet van mezelf. Het is allemaal genade. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots en mijn tegenweer. Hij is een toevlucht in het lijden. Die mensen die met God mogen leven, die mensen die op God mogen terugvallen, die mensen die dat gebed kennen, Heere, verlos mij, mijn God. Dat is het ware volk van God. En die mogen leven onder Gods zegen. En die zullen alles beërven. En die vijanden, ook al droegen ze de naam van Gods volk, maar die ze van God hebben afgekeerd, die tegen God zich durfden te verheffen, die tegen God en zijn gezalfde opstaan, die dwars tegen God ingaan, die zijn door hun eigen schuld geen levend, geen waardeel van het volk van God. Waar staat u, waar sta jij? Gods heil, gemeente. Dat is de Heere Jezus. Dat is wat de Heere Jezus heeft gedaan. Hem hebben we nodig. Zalig zijn zij die op hem vertrouwen. Amen.